Dan bestaat het rijtje van de bekendste Leidse meesterschilders van de 17e eeuw. Voortaan uit Rembrandt van Rijn, Jan Lievens, Jan Steen, Gerrit Douw en David Bailly. Waarom? Nou, Dat weet Janneke van Asperen, conservator Oude kunst van de Lakenhal. En van, samensteller van de tentoonstelling David Bailly, Tijd, Dood en Ijdelheid. Vanaf gisteren te zien in de Lakenhal tot 2 juli. Um, en zij is hier natuurlijk. Welkom. Dankjewel. Ja, um, Janneke, waarom vind je dat Bailly tot die absolute top van de Leidse Hollandse meesters behoort? Nou, David Bailly is echt vrij lange tijd de belangrijkste portretschilder van Leiden geweest. Eerste helft van de 17e eeuw. En, zeker niet onbelangrijk, hij is de maker van een van de absolute topstukken uit de Leidse collectie. Ik denk dat veel Leidnaren en zeker ook daarbuiten het wel kennen, het grote vanitas te leven. Dat zich in de collectie bevindt uh, in Museum de Lakenhal dat hoort echt tot de top van wat er gemaakt is in Leiden in de hele 17e eeuw of hele brede periode en dat heeft hij gemaakt dus hij hoort zeker in dat rijtje wat mij betreft. Ja, dus het schilderij is bekend, maar de schilder zelf eigenlijk niet zo erg. Nee, dat klopt. Want waar, waarom is pas niet zo beroemd als al die andere Leidse meesters van de 17e eeuw? Nou, ik denk het belangrijkste is dat er eigenlijk altijd vrij weinig onderzoek is gedaan naar zijn verdere werk. Um, er is wel behoorlijk veel onderzoek gedaan, heel veel geschreven over dat ene stuk en wat het precies zou betekenen, wat er precies op staat. Maar voor de rest um, ja, is eigenlijk niemand daar ooit echt grondig ingedoken. Wat misschien ook meespeelt, is dat veel stukken die hij heeft gemaakt nog steeds zich bevinden in particuliere collecties. Uh, dus er zitten ook wel stukken in musea in Nederland, ook internationaal. Maar veel ook particulier. Dus dat is echt wel een vrij uh, grote zoektocht om die eerst allemaal te achterhalen, te bestuderen... en dan echt iets te kunnen zeggen over, over die man. Oké, okay, ja, want ik zag wel dat er... Uh, ja, jullie hebben zelf ook werken uh, uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Denemarken, Amerika. Een stuk uit het Louvre, een uh, rijksmuseum. Ja. Dus, uh, ja. Dat geeft wel aan dat het niet een van de minste is. Maar toch nog uh, minder op het net dan al die andere grote namen. Ja, dat klopt. Ja, het vergt toch gewoon tijd. En iemand die daar induikt en al die stukken bij elkaar ja. neemt. Afreist, gaat bekijken, in de archieven gaat. Um, en ik zeg nu iemand, maar dat hebben we uiteindelijk met een hele groep onderzoekers. Uh, hebben we dat gedaan. Dus ook best wel een onderneming. Ja. Nou, dus, uh, en nu heb je in uh, de Lakenhal een uh, tentoonstelling met een stuk of 60 geloof ik van zijn werken. Ja. Um, dat zijn ze allemaal bij elkaar weten te krijgen. Echt een... een nou, Volgens mij ook voor het eerst dat er zo'n grote tentoonstelling over hem is. Ja, absoluut voor het eerst. Ja. En ja. Um, ja, dat vanitas Stilleven, dat hebben jullie dus al heel lang. Wat voor soort schilderij is dat? Wat, wat zie je daarop eigenlijk? Ja, het is een heel bijzonder schilderij. Het is, um, het is vrij groot en wat het heel bijzonder maakt, het is sowieso heel goed geschilderd. Dus de kwaliteit is heel hoog. Um, maar het brengt ook eigenlijk twee genres uit de schilderkunst bij elkaar in één stuk. Namelijk portret en stilleven. Vanita stilleven, beter gezegd. Um, links zie je, uh, misschien de mensen die meekijken kunnen het werk misschien zien. Ja. En anders hebben uh, ze het vast op hun netvlies staan. Links zit een, um, een jonge man, een jonge schilder, die is heel mooi geportretteerd. Zit aan een tafel en op, dat, op die tafel is een heel uitbundig stilleven uh, vol met voorwerpen afgebeeld. En die verwijzen eigenlijk allemaal naar de eindigheid van het leven, het verstrijken van de tijd, de vergankelijkheid of ijdelheid, zoals het ook wel toen genoemd werd. Um, en die twee komen dus samen in één stuk. En wat eigenlijk een van de grootste raadsels is van dat schilderij, is um, of die jonge schilder David Bailly zelf is. Ah. Of het een zelfportret is. Hij ja, was namelijk al ouder toen hij niet schilderde, maar hij zou zichzelf dan met terugwerkende kracht als jonge man nog hebben ja. geportretteerd. Want er staan nog meer uh, schilderijen op dat. Uh, of, ja, kleine schilderijtjes. Hij heeft een schilderij gemaakt waarop weer allemaal schilderijtjes staan. Ja. Want er staan ook allemaal mensen. Want ik ja. zie ook een wat oudere man. En, uh, die lijkt wel een beetje. Ja. Je ziet dat zelf. Dus die jonge schilder houdt een ovale portretje vast. van een oudere man, grijs met een uh, puntbaardje ja. en een snorretje. En dat is zeker bij jezelf. Dat is bij je je ja, precies. Dat weet. En dat zie je ook in het tentoonstelling. Ja. Het zijn ook allerlei andere zelfportretten van hem. En die. Het is gewoon dezelfde kop. Ja. Ja, ja en. Um, het. Uh, het is natuurlijk iemand die, uh, ik, ik zag dat er ook een, een Frans Hals aan de muur hangt en zo. Het is iemand die wel echt in zijn tijd iets, iets uh, heeft gedaan. En jullie hebben een hele mooie, uh, veel onderzoek gedaan, een catalogus uitgemaakt, uitge, uitgegeven. Um, ja, hopelijk een standaardwerk en nu echt alles verzameld over hem. Ik vond daar iets heel grappigs in. Um, als je sprong in de tijd maakt, um, uh, in uh, nou, 1649 uh, zitten we dan... Ik denk dat hij dan 65 jaar is, dus in de buurt dat hij dit uh, schildert. Dan zie, lees ik bij jullie, dan komt er een port groot portret van hem in een soort 17e-eeuws BNR-boek. Image de Homme divers uh, d'esprit sublime. Uh, ja, van, dus een, het, het boekje over geweldige mensen. En, um, en, en boeken waren best duur. Had hij een soort celebrity status dat hij in een boek kwam, wat mensen gewoon kochten met alleen maar een plaatje van hem erin? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou, een goede vraag, want ik denk dat het best veelzeggend is dat hij is opgenomen in dat boekje. Het zit inderdaad vol illustere figuren, ook wel heel veel kunstenaars. Maar daar, hij behoorde dus toen toch wel tot een soort kanon um, van beroemde kunstenaars, zeker. En dat weten we ook wel omdat nou ja, zijn werk verzameld werd ook door belangrijke verzamelaars. Dus in zijn tijd zelf was hij gewoon veel gevraagd en echt wel een beroemde figuur. Hij ja, is dus echt een beroemde en een geboren en getogen Leidenaar. Ja, hij is wel ook even hij is in Amsterdam even in de leer geweest. En hij heeft een reis gemaakt door Duitsland en Italië. En verder is hij eigenlijk altijd in Leiden geweest. Ja, want ik, ik denk dat het voor ons ook een beetje verwarrend is. Dat bailly, uh, ja, dat, 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 dat klinkt natuurlijk wel erg Frans. Uh, zijn, zijn vader die is. is, uh, is Waar komt die vandaan? Is dat een Fransman? Een... Ja, nee, maar het komt inderdaad door die vader. Die naam, die, die is uit Antwerpen gekomen. Dat okay. was een van de Vlaamse immigranten, die echt vanwege een protestantse geloofsovertuiging naar het noorden uh, is gekomen. Dus vandaar die Franse naam, een beetje die Vlaamse naam. Ja. Dus de naam was Pieter Bailly van de vader. En die kwam naar Leiden en die is aan de universiteit hier in Leiden gaan werken. En toen is uh, David geboren en ook zijn broers en zusters. Ja, want hier. die universiteit die was het nog maar net. Ja, dat klopt. Toen David werd geboren, nog, nog geen tien jaar geleden was hij opgericht. En wat, ja. uh, wat, um, wat deed die vader dan? Het, uh, wat, soms zie je dat schilders, hun vader is ook schilder en er zit in de traditie. Wat, wat kreeg uh, David bij mee? Nou, het is wel interessant. Het was bij hem niet zo dat zijn vader ook al schilder was, maar hij heeft wel heel veel, denk ik, te danken gehad aan de omgeving, aan het netwerk van die vader. Want die ging dus werken aan de universiteit. Onder andere als schermleraar in de schermschool van de universiteit, okay. waar alle gegoede jonge mannen uh, zich moesten oefenen in die kunst. En als kalligraaf, uh, dus schoonschrijver. En hij was graveur, dus hij zat heel erg in die grafische en drukwerk en zo maakte die. Mm -hmm. En uh, hij had een winkeltje met studiemateriaal en prenten uh, rondom de universiteit, onder de poort van het academiegebouw. Dus hij zat midden in die hele academische wereld van Leiden. En okay. daarin is Paillet dus opgegroeid. En daar heeft hij veel aan gehad, ook later. Hij ja, dus heeft misschien wel maar zeggen, een beetje gespeeld uh, tussen de prenten. En, uh, Dat denk ik zeker. Ja, ja. en we weten ook, hij, die vader heeft hem ook een jaar in de leer ge, gestopt, wil ik bijna zeggen. Ja. Maar hij heeft hem. Uh, hij uh, heeft een jaar geleerd bij een van de grootste graveurs uit die tijd, Jacques de Gein, die toen in Leiden was. Dus hij is zeker helemaal in dat wereldje opgegroeid. En ook hij, ja, hij kende dus denk ik gewoon de studenten en de hoogleraren ook op die manier. De familie woonde ook op het Rapenburg. Um, David Badje zelf is geboren op het Steenschuur. En ja. uiteindelijk altijd inderdaad, rondom het, niet aan het Rappenburg, maar rondom het academiegebouw gewoond. Ja, dus heel, echt heel dicht op de universiteit. Er zijn uh, allerlei verschillende adressen. Ja, dan is natuurlijk, ja, als hij al die mensen kent, hij zit een beetje in die universitaire wereld, met, um, dan vraag ik me toch af... ja, heeft dat zijn werk beïnvloed? Nou, dat denk ik zeker. Um, voornamelijk eigenlijk in de opdrachten die hij kreeg. Want Bailly, we kennen dus dat grote van niet als de leven van hem... maar hij is voornamelijk uh, actief geweest dus als portretschilder. Uh, en wat we zien is dat een heel groot deel van zijn portretten... Um, daarop staan de professoren van de universiteit... maar ja. ook de studenten, de meest rijke studenten... die zich konden veroorloven om een mooi portret te laten schilderen... Die komen bij Bailly uit. Dus dat netwerk dat heeft hij zeker wel gebruikt en heeft heel veel invloed gehad. Ja, je zegt schilderen. Maar, laat maar zeggen, ik denk: om een schilderij te betalen, moet je natuurlijk wel wat geld hebben. En ja. Ja, hij zat natuurlijk ook aan die grafische drukkant en tekenen. En in de, jullie laten ook een andere kant van hem zien in de tentoonstelling. Ja, dat klopt. En het is leuk dat je het noemt. Want volgens mij is dat wel nou ja, voor veel mensen, een van de grote verrassingen ook van de tentoonstelling: die tekeningen van Baille, heeft dus ook veel portretten getekend. Die zijn echt waanzinnig mooi en heel fijn uitgewerkt. Dus dat zijn nou ja, een soort miniatuurportretjes, ovaal vaak. Uh, meestal in pen gemaakt. En echt, nou, met de grootste fijnheid heeft hij dat neergezet. Dus op papier, soms op perkament. En dat zijn ook opdrachten geweest. Dus dat was kennelijk ook een product. Wat, euh, nou ja, wat mensen van zichzelf wilden laten maken. Zitten daar ook, uh, ook bekende uh, hoogleraren of professoren bij? Ja, zeker. Het is eigenlijk een hele reeks van al die bekende namen. Dus hij heeft Fossius geportretteerd, Barleus, Walleus, Hurnius, ga zo maar door. Dus het zijn nou allemaal bij hem gekomen. Ja, we laten voor de mensen thuis even Fossius zien. Ja, dat is Fossius. Wat ik zo grappig vind, is dat ik heb de manier waarop hij het getekend heeft, heb ik het zo het idee dat ik echt die man zie als een persoon. En heel vaak zie je van die portretten die zijn heel gestileerd. Dan denk je ja, dit is een beetje alsof een Instagram-filter overheen is gegaan. Maar dit is gewoon echt een man die je tegen kan komen ja. met zijn bobbeltjes en alles erin. Echt dat is denk ik echt, echt. De kunst van zo'n een goede ja. portretist. Ja. Echt heel grappig. Ja. Maar, en, en in zekere zin ik kan me ook voorstellen dat het ook heel slim was. Want je moet natuurlijk wel, ja als kunstenaar moet je wel je brood uh, verdienen. En zijn vader had dat winkeltje al. Hij zat in die wereld. En ja, is hij dan ook een beetje te zien als de de, fotograaf, de portretfotograaf van, uh, van zijn tijd? Nou, misschien wel. Ja, de slag voor de hand. Inderdaad, dat hij dat ging doen om zijn geld mee te verdienen. En ik zeg net, die uh, tekeningen als, ja, als product echt. En dat waren ze ook wel. Ze zijn echt op zichzelf staande kunstwerken. Maar ze zijn ook vaak in print gebracht. Dus dan werden ze door een andere graveur uh, tot een print gemaakt. En die konden natuurlijk eindeloos worden afgedrukt. Uh, dus die zijn in boekjes terechtgekomen. Maar ook losse prenten En die konden nou ja, het hele land, maar ook heel Europa doorreizen. Dus dat is wel interessant, omdat je zegt fotograaf, het was ook dat ja. reproduceerbare, was er wel. En daardoor waren die prenten ook heel, nou ja, heel bekend, denk ik, en heel invloedrijk. Konden die zijn. Dus die, de portretten van je zie je alsmaar weer terug, worden alsmaar weer gekopieerd ook daarna. Ja, leuk. Ja, ja ik vond het leuk. In, in de tentoonstelling laat jullie dus dit portret van Fossius bijvoorbeeld zien. En daarnaast dan een boek waar je dus een ja. gegraveerde afbeelding ziet. En als ik heel eerlijk ben, vind ik de gegraveerde versie wel een beetje minder. Ja, ja. ja, terwijl ja dat, dat klopt dat wel. Iemand heeft ja. geprobeerd, echt zijn best gedaan om het mooi na te doen. Maar die persoonlijke hand die in die tekening zit. die pakt hij dan toch net niet. Ja, dat is ook heel mooi. Dat, daarom hebben we ook die tekeningen zelf natuurlijk bij elkaar gebracht. Dat zijn echt dat zijn de, de kunstwerken. Ja, heel ja leuk. in dit ja, geval. Dus ja, midden in het Leidse leven. Um, ik, ja, de eerste schilderijen die van hem gedateerd zijn. zijn zo rond 1624, 25 geloof ik. Dus nou ja, dan, ik neem aan dat hij dan wel terug is uit van zijn rondlijst misschien. rond 1930. Ja. Ja. ja, en op dat moment lopen ook Rembrandt en Liefens daar rond. Kenden die elkaar? Nou, ik, ik denk het haast wel. Uh, er zijn geen bronnen waaruit we zeker weten dat zij vrienden waren, bijvoorbeeld. of dat ze met elkaar schreven of wat dan ook, maar wel. Nou, ze moeten elkaar gekend hebben, want het was ook weer niet zo'n grote stad natuurlijk. En ze liepen allemaal rond hier. En wat we dus ook zien, is dat precies dat groepje kunstenaars zich ook bezighoudt met dezelfde thema's. Uh, onder andere dat Vanitas-thema. Daar hebben we nu nog niet af gehad, maar dat ontwikkelt zich dan echt in leiden. Um, onder kunstenaars zie je echt dat ze daar allemaal mee bezig gaan. En dan moeten ze ook elkaars werk gekend hebben. Want, uh, stel dat je naar, naar zo'n Rembrandt of een Liefens uh, kijkt, wat voor, wat voor elementen zie je in die schilderijen? Die dat, die dan, dat je dat thema terugzien, want de portret herken ik wel. Maar wat is een Fanitas-schilderij? Waar ken je dat aan? Ja, je, het is wel, we hebben heel veel bij elkaar gehangen. En het is ook wel leuk, want je gaat dan zelf eigenlijk steeds dezelfde voorwerpen herkennen die daarop staan. En dat zijn eigenlijk altijd dingen die dus heel direct over de tijd gaan. In het verglijden van de tijd. Dus zandlopers staan er altijd op, doodskoppen of schedels. Um, maar ook wat symbolischer objecten, dus uh, muziekinstrumenten, die gaan over nou, het feit dat muziek dat is ook leuk vervliegt muziek. Terwijl, je, terwijl je het speelt, ja, is het ja. eigenlijk alweer weg. Okay. En het is ook, hoort ook tot een soort aardse genoegens, die wel werden, waar ook voor werd gewaarschuwd: van, dat is allemaal tijdelijk. Het is er, maar dat, nou ja, dat is allemaal ijdel um, in het licht van de dood die voor iedereen gaat komen. Dus die komen steeds terug. Um, boeken komen heel veel voor. Dat is ja, eigenlijk ook dat kennis ook iets is wat eigenlijk alleen maar tijdens het tijdelijke leven bestaat. En vooral die boekstilleven zie je heel veel in Leiden opkomen. Ik denk dat dat ook wel met de universiteit te maken heeft. En enorm veel boekwinkels die er natuurlijk ja. waren. Dus dat is eigenlijk wat je steeds terugziet en wat Rembrandt ook op een gegeven moment gaat opnemen in zijn uh, in de scènes die hij schildert. En Douw en Lievens doen dat ook. Ja, je hebt een hele mooie liefens met boeken. Ja, Dat is echt prachtig een werk. enorm ja. gaaf werk wat er hangt. En daarnaast hangt ook een schilderij van een jongetje met bellenblaas. Ja. Ja, die heb ik nog niet genoemd, maar dat is een hele mooie symboliek ook. Dus dat, zo um, so die, so die voorstellingen, dat komt eigenlijk vaker terug. Je ziet het ook in een aantal prenten in de tentoonstelling, gaat over een um, spreuk homo bula. Die Erasmus heeft gedaan en uiteindelijk ook weer teruggaat op de oudheid. En dat betekent eigenlijk: de mens is een zeepbel. Of de mens is als een zeepbel. En over het leven. Dus het kan elk moment uh, uit elkaar spatten. zonder dat je weet dat het eraan komt. En dat spannend, is heel leuk. Schilderij. Ja. De, de, de leermeester van, van Rembrandt en van Lievens die we net noemden. Uh, uh, was Zwanenburg. Ja. Uh, nou is, uh, bij je getrouwd met een was getrouwd met een Zwanenburg. Is dat, is dat familie of niet? Volgens mij weten we niet zeker. Zijn er allerlei verschillende Zwanenburg-families. Uh, ja. op een gegeven moment in Leiden. En is het nog niet dat we zeker weten. dat daar echt een directe link is. Want dan zou die band tussen die schilders nog veel groter ja, zijn. Ja, nee, ja, dat hebben we inderdaad eigenlijk niet gevonden. Dus we hebben het meer op basis van het werk moeten doen. Uh, en er hangen ook wel een aantal werken in de tentoonstelling van Bailly. waaraan je echt ziet dat hij Rembrandts werk heeft gekend. Ja. Niet alleen die vanitassen, maar ook vroege uh, zelfportretten. en tronies van die studiekoppen. Dat is echt iets wat Rembrandt precies ook in die tijd pas gaat doen. En Bajie doet dat ook. Dus eindeloos zijn eigen kop schilderen. Dat was ja, ja. echt nog maar, vrij nieuw toen. Maar um, het kan dus ook zijn dat bij ermee begonnen is. Het zou kunnen. Ja, je kan natuurlijk nooit helemaal aanwijzen. Ja, maar het is wel echt. Het is niet, uh, niet dat hij alleen maar naar Rembrandt heeft gekeken en dat, dat kun je ook ging doen. Het is echt een beetje. Ja, op jullie hebben tijd. ook een heel mooi schilderij uh, van een, uh, een jongen met een bondmuts uh, hangen. Dat is ook echt zo'n type waarvan je denkt van, nou ja, dit is Rembrandt. Nee, ja. dit is dus Bajie. Ja. Ja, heel leuk. Is allemaal te zien. In de tentoonstelling, uh, nou ja, Janneke van Aspen vertelt erover, uh, van 10 maart tot 2 juli uh, te zien. Dus we hebben vier maanden de tijd voor een tentoonstelling waar jullie hoe lang aan gewerkt hebben? Nou, volgens mij is het eerste idee hier voor al iets van zeven jaar geleden gekomen. En de afgelopen drie, vier jaar hebben we er vrij intensief aan gewerkt. Ja, en er is dus een boek gekomen, maar we kunnen ook een beetje meegenieten van jullie kennis. Want ik las dat jullie ook uh, zelfs vijf lezingen geven samen met Studium Generale. Ja. Klopt, waarvan deel aan de universiteit en deel bij ons in het museum. En dat is misschien nog wel even goed om te doen. Want dat is dus inderdaad ook door uh, de mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Want we hebben dat helemaal niet zelf gedaan, alleen maar vanuit het museum, maar ook met iemand van de universiteit leiden. Uh, mensen van het Rijksmuseum die technisch onderzoek hebben gedaan naar de schilderij, uit onze collectie. En de resultaten daarvan staan allemaal in de catalogus. Maar er zijn dus ook lezingen over uh, tijdens de looptijd van het tentoonstelling. Want, want uh, je zegt technisch onderzoek. Want je heel kort, wat zijn die, die, die lezingen? Waar gaan die over? Ja, dus nou, misschien dat technisch onderzoek is wel leuk om even uit te lichten. Dus dat schilderij uit onze collectie is... Um, toen de laak al tijdelijk gesloten was voor renovatie... is dat schilderij gaan reizen. Is het in het Mauritshuis geweest, is het in het Rijksmuseum geweest. En in Amsterdam hebben ze allerlei apparatuur... waarmee je dus materiaal technisch onderzoek kunt doen naar schilderij. Dus dan leg je het onder een scanner waar, nou ja, röntgenstraling en zo bij wordt gebruikt en dan kun je door de lagen van de verf heen kijken. Okay. En daar zijn wel vrij interessante, misschien wel spectaculaire resultaten uitgekomen. die zitten ook in de tentoonstelling. Ja, daar heb je er zelfs een film voor gemaakt. Daar die is een hele in... film inderdaad over gemaakt en dan zie je dat er nog allerlei dingen onder dat verfoppervlak zijn gebeurd. Nog portretten die er nu niet meer zijn, die er ooit wel waren. Nou, dat is heel interessant en om te gaan kijken. En dat komt ook in die lezing. Ja, terug. leuk, leuk. Ja, ja en de lezingen dus over zijn leven, over meer de kunsthistorische kant, historische kant. Ja. Historische kant. Uh, heel erg leuk. Ja, en um, bij de Lakenhal zelf is het natuurlijk ook een uh, heel programma. Gisteravond was uh, een allereerste Lakenhal laat. Ja. Ik hoop dat ik wat. wat, 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 wat ja, de de 14e is er. April is er weer eentje. Hè? Um, Heb ja, ik begrepen. Ik denk dat dat klopt. Ja, we doen dat eigenlijk sinds kort elke maand. En de, de Lakenhal avonden, Dus dat zijn avondopenstellingen. Um, die staan ook steeds in het teken van. Is er is een programma in het teken van de tentoonstelling die op dat moment staat. Ze dus zijn er vier tijdens de looptijd van deze tentoonstelling. En dat zijn eigenlijk. Ja, wat. Bredere publieksprogramma's rondom dat thema Vanitas is het meestal, maar überhaupt over Bayi. Um, en ook zo. En ook Ik zelf, nee, dus dat is echt dan nodig we echt mensen van buiten uit. Oh, die dus reflecteren ook op hoe zo'n thema als Vanitas nog heel actueel is nu nu nog steeds. Wordt okay. ook weer gebruikt voor managementcursussen en zo. Hoe ga je om met tijd? en Nou ja, proberen we dat ook echt naar het nu te brengen voor uh, jong publiek. Nou, dus uh, hou dat in de gaten. Kijk op, uh, op de website erover. Ja, um, hey, heel interessant om te horen. We kunnen hier nog uren over doorpraten, maar ik denk dat het uh, het leukste is om gewoon uh, naar die lezingen te gaan, uh, het museum te bezoeken en uh, de boeken te bekijken. Um, ik wil je enorm bedanken voor dit uh, gesprek. Um, tot 2 juli, zei ik al, is uh, dit, deze mooie tentoonstelling te zien bij jullie in de Lakenhal. Um, en dankjewel, Janneke van Aspel, dat je hier naartoe bent gekomen. En ik hoop dat er heel veel mooie reacties komen. En dat er natuurlijk weer helemaal mooie tentoonstellingen komen hierna. Dankjewel, leuk om hier te zijn. <laughs>